En zo zou de stad Quening eruit hebben gezien. Thuis voor meer dan 10.000 inwoners die zich hier vanaf de 15e eeuw vestigden. Eeuwen voor de eerste Europese kolonisten hier aankwamen. De ontdekking werd bij toeval gedaan door een hoogleraar archeologie die al jaren in dit natuurreservaat wandelt. And I started seeing these ruins and exploring them and became very interested, and then I started looking for them on Google Earth and to get a better idea of the distribution of how far they go and where they are, and they're everywhere. They're really everywhere. Nadat hij op Google Earth de omvang van de vesting zag, gebruikte hij LiDAR lasertechnologie, waarmee ook de oude Maya steden in Mexico in kaart werden gebracht. I thought, a city. We've got a city here. It was not a village like everybody else thought. This is something vastly more complex. De ontdekking rekent af met de mythe dat dit land waar de Europese kolonisten rond 1820 aankwamen, leeg was. Een mythe die werd gebruikt voor de rechtvaardiging van koloniaal landjepik. For the general public, it's very interesting because they don't know anything about these sites, these cities, these. And a lot of them, the adults, came through schools that history books that told them there was nobody here. And that's clearly false. De vondst van de archeologen is niet zomaar wetenschap, maar van grote betekenis voor de Bakwena, de gemeenschap wiens voorouders hier begraven liggen en die al jaren strijden voor het teruggaven van hun land. Voor de Bakwena bewijst de wetenschap nu enkel de verhalen die hun voorouders al generaties aan elkaar vertellen. It proves our existence. It proves our relationship with the land. It proves that it was dispossessed. We are going to pray. Let us close our eyes. Father. Hier bidden de Bakwena tot hun voorouders die al eeuwen in deze grond liggen begraven. De stad Quening werd in 1820 verwoest, maar is nu dankzij nieuwe technologie net zo springlevend als de Bakwena. We were here and we've been here. We're not going anywhere.